Haar eerste 100 dagen als burgemeester van Voorschoten zitten er alweer op. Met Nadine Stemmerdink kijken we een beetje terug op haar eerste periode, maar vooral vooruit. Want wat gaat er gebeuren met het nieuwe cultuurgebouw en hoe ziet de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis eruit? En dan is er ook nog de zelfstandige ambtenarenorganisatie die per 1 september van start is gegaan. Veel vooruitblikken dus, maar eerst toch ook nog eventjes terugkijken met Nadine Stemmerdink. Nou, welkom bij Sleutelstad. Dankjewel. Je eerste 100 dagen zitten erop. Heb je een beetje de Voorschotenaren leren kennen? Ja, voor zover als dat kon natuurlijk uiteraard binnen alle coronamaatregelen heb ik echt wel Voorschoten leren kennen. En ook de mensen en de organisaties. En wat is je indruk? Het is een warm bad waar ik in terecht ben gekomen. Zowel van bij de raad, het college, bij de ambtelijke organisatie, maar ook bij de samenleving. En de indruk is dat mensen vooral heel erg trots zijn op Voorschoten. Ze er heel fijn wonen. Heel veel mensen wonen er ook al lang. Gaan ook niet meer weg, of soms willen eigenlijk niet meer weggaan. Dus het is een hele fijne gemeente met een heel mooi dorpshart. En een, gewoon hartstikke fijn is het daar. Ja, en tijdens die beginperiode dat jij begon, viel je ook al gelijk met je neus in de boter. Of eigenlijk met je neus in het water. Hè? Toen ging het over het zwemmen. Ja. Die zwemdiscussie. Is dat nu weer in een rustig vaarwater? Om er eventjes in de metafoor te blijven. Nou, we hebben natuurlijk tijdens de online bewonersbijeenkomst, doe ik uit mijn hoofd, begin juli aangegeven hoe we erin zaten. Wat er wel en niet kon. Dat is gewoon het kader waarbinnen wij moeten werken. Er zijn een aantal meldingen binnengekomen afgelopen maanden, niet heel erg veel. Het wat mindere zomerweer zal er ongetwijfeld ook een rol in hebben gespeeld. Maar op een gegeven ogenblik moet je ook een discussie afsluiten en zijn ook dingen even wat ze zijn. Dat mag er wel en dat mag er ook gewoon niet. Ja, want het ging natuurlijk over die Hofvliethaven. Daar is een zwemverbod van toepassing. Ja. Nou, hele discussie. Mag dat nou wel juridisch, mag dat nou niet? Uiteindelijk, jullie hebben extern advies ingewonnen. Zeker, ja. De conclusie was, het is toch verboden. Dus je mag er niet in zwemmen, omdat er ook gewoon ervaren boten. Ja. En toen heeft D66 geloof ik nog gevraagd, is er niet een maas in de wet te vinden, maar die is er dus niet gevonden? Nou, het is ook de vraag of je dat moet willen als je kijkt naar veiligheid. Want als je als gemeente zwemmen gaat toestaan op een plek waar boten varen en er gebeurt een ongeluk, dan heb je wel een groot probleem. En dat willen we niet. Dus je moet ook voortdurend dat soort dingen ook gewoon afwegen tegenover elkaar. Ja, en dit zijn gewoon de uitkomsten. Ja, en hoe was het voor jou als burgemeester om je daarin te mengen? Want het was best wel een felle discussie. Ik heb één avond ook meegemaakt. Ja. Nou, de grote avonden, die waren natuurlijk bij mijn voorganger nog, hè, bij burgemeester Abtroot. Ja, wat ik vooral merkte is dat toch de gemoederen vrij hoog opgelopen waren, maar ook omdat er onduidelijkheid was. Er was onduidelijkheid over wat wel en wat niet kon. En dat merk je gewoon als je als overheid niet duidelijk bent aan de voorkant hoe je erin zit. En waar je mee bezig gaat, dan begrijp ik dat mensen daar vragen bij hebben. Nou, en dat hebben we voortdurend, dat hebben we eigenlijk de afgelopen tijd proberen weer te gaan kanaliseren. Want het is wel, de regels zijn er ook eenmaal, de regels op zoek gaan naar mazen is niet altijd goed als je kijkt naar in dit geval veiligheid. Maar wij hebben daar ook wel een steek laten vallen, dat het gaat over de communicatie aan de voorkant. Eerst kon het wel. Een les die je aan meeneemt. Zeker. Eerst kon het niet. Toen kon het weer wel. En toen kon het gewoon weer niet. Toen waren er natuurlijk vragen over. Dus als je ook als overheid van mening van het standpunt verandert, dan is het gewoon niet goed. Ja, en nu is de conclusie, en daar wordt niet meer van afweken, het kan niet. Dat is de uitkomst van het juridische onderzoek. En ook als je kijkt naar het reglement, als het daarop van toepassing is. Ja, nog iets anders dat is veranderd sinds jij de burgemeester bent van Voorschoten, is de ambtelijke organisatie. Werkte eerst samen sinds met gisteren. Ja, met Wassenaar en is nu helemaal zelfstandig, de WODV. Mm. Wat gaat dit betekenen voor Voorschoten, dat jullie dus sinds gisteren, 1 september, een zelfstandige organisatie zijn? Het gaat vooral voor de inwoners betekenen dat er een betere dienstverlening gaat komen. In de meest brede zin van het woord. Dus dat betekent heel
basic, want de basis moet echt wel beter op orde gaan worden gebracht. Vraag stellen via social media kan, moet ook een antwoord opkomen. Of je vraagt, goh, mag ik even via een DM uw naam en nummer hebben? Dan gaan we even met u uw contact opnemen. Kortere wachttijden bij de balie. En ook vooral waar we het net ook over hadden, ervoor zorgen als er vragen zijn, als mensen bellen naar de gemeente, dat er een telefoon wordt opgenomen, bij voorkeur ook in de juiste hoek qua inhoud. En dat ook de vragen gaan worden beantwoord. En ook aangegeven hoe lang iets gaat duren. Ja. Klinkt allemaal heel basic. Maar ik heb wel in de afgelopen 100 dagen heb ik wel gezien dat daar nog winst te behalen valt. Maar betere dienstverlening zeg je dus eigenlijk. Ja. Maar kost dat niet ook meer geld? Nee, want je kunt, als je kijkt naar gewoon processen, hoe die gaan, dan is er daar nog zoveel winst op te behalen. Dat kost niet meer geld. Het vraagt wel een andere instelling van medewerkers. Het vraagt ook een andere instelling van het gemeentebestuur. Een betere aansturing. In de meest brede zin des woords. Ik zit er als portefeuillehouder communicatie erbovenop. Als ik een reactie vanuit ons op social media zie langskomen, waar ik me over verwonder, dan ga ik even bellen. Want ik zeg altijd maar van... Zit je er zo kort op? Nou ja, als je zelf... Ja, zeker. Ik vind dat namelijk niet nodig. Als je zelf inwoner bent en je zou zelf die vraag stellen, dan krijg je een dergelijke reactie, zeg ik dan. Zou je dan zelf blij zijn? Dan is heel vaak het antwoord nee. Maar waarom geef je die dan als ambtenaar van, in dit geval... Dit klinkt toch heel logisch. Waarom werd dat dan niet al gedaan? Nou, we gaan er nu op sturen. Ik weet niet waarom dingen zijn gelopen in het verleden zoals ze zijn gelopen. Maar we gaan wel vooruitkijken. En dat betekent dat we er echt kort op gaan zitten. En dat we ook met elkaar gaan we hier aan werken. Want daar is de overheid voor. Hè? Voor de inwoners en niet andersom. Ja. Nu begreep ik dat ambtenaren konden kiezen. Hè? Zij door wilden bij Wassenaar of door wilden bij Voorschoten. Nou, sommigen hebben de keuze gemaakt voor bijvoorbeeld Wassenaar. Is het dan dus zo dat jullie ook weer nieuwe mensen moeten aannemen in de ambtelijke organisatie? Klopt, dat moet. We hebben nog volgens mij nu ongeveer nog 25 FTE aan vacatures. Dat klinkt als best veel. Dat klinkt best veel, ja klopt. Maar we hebben er ook wel een beetje voor gekozen om eerst te gaan kijken. Dat is natuurlijk logisch, ook afspraken met de OR. Eerst geef je mensen de ruimte om op die functie te worden geplaatst van de eerste voorkeur. En dan ga je vervolgens bekijken welke vacatures staan nog open en welke wil je gaan invullen. Waar ga je als gemeente de nadruk op leggen? En wat is er nodig? Verwacht je dat moeilijk of makkelijk wordt om die mensen te vinden? Want het is wel een krappe arbeidsmarkt. Ja. Zeker in het ambtenarenland op gemeentelijk niveau. Zeker. Hangt helemaal af van de hoek. In de hoek van de financiën zal het een stuk ingewikkelder zijn. Of van openbare orde en veiligheid dan bijvoorbeeld in de hoek van communicatie. Dus het zal echt afhangen per functie. We zijn al aan het werven. Daar waren we al mee begonnen, half juni. En de komende maanden gaan we daarmee door. Ja. Dus ik zou iedereen willen uitnodigen die zichzelf ziet werken voor de gemeente Voorschoten. Meld je vooral als je een leuke vacature ziet. En hoe belangrijk is het dat deze zelfstandige ambtenarenorganisatie ook echt gaat aanslaan? Hoe belangrijk is het dat dit gaat werken? Want jullie hebben het geprobeerd met Wassenaar. Nou, dat werkte niet. Nu zelfstandig. Er ligt wel wat druk op. Ja, en het ambitieniveau is hoog. Want zo moet je ook werken. Maar wat ik wel merk is dat er een enorme positieve schwung is in de nieuwe organisatie. Mensen zijn blij dat ze voor of Wassenaar of voor Voorschoten werken. Eén onderdeel overigens is nog samen, hè? Een maatschappelijke ontwikkeling. Dat is nog een onderdeel waarbij voor beide gemeenten wordt gewerkt. Maar voor het overige, mensen hebben echt heel veel zin om voor Voorschoten aan de slag te gaan. Het is misschien ook een beetje de laatste kans, toch, voor de ambtelijke organisatie. Want een van de redenen dat jullie weer los zijn getrokken van Wassenaar is dat de raad natuurlijk meer gedaan wilde krijgen. Nou, nu is dat eigen ambtelijke apparaat er, sinds 1 september. Moet heel natuurlijk kort nog eventjes nog beginnen, dat, los daarvan. Maar, minder dan 24 uur, precies, ja precies. Maar als dat zometeen een paar maanden verder ook niet blijkt te werken, ja, wat is dan het alternatief?
Overal, we moeten echt weer vanaf nul af aan gaan beginnen. Want iets afbreken gaat echt wel een stuk sneller dan wat opbouwen. Ja. Dat weten we ook allemaal. En we trekken voor die opbouw, gaan we ook wel een jaar tot anderhalf jaar uittrekken. En dan heb ik het niet alleen maar over SEC, het invullen van vacatures. Maar ik heb het ook over de cultuurverandering waar we het net over hadden. De houding, hoe je omgaat. Ja, dus over een jaar wordt een soort meetmoment, een soort evaluatiemoment. Waarop jullie zeggen van ja, dit is wel of niet positief. We gaan ermee door of we gaan... De ontwikkeling zal door blijven gaan. En in de profielschets stond toen ik... solliciteerde naar het ambt van de burgemeester. In de profielschets staat Voorschoten blijft zelfstandig. Dat is het kader waarbinnen ik dus ook werk. Ja, maar toch kan ik me voorstellen dat als het niet werkt, dan is misschien weer de goede reden om je ergens bij aan te sluiten. En dan ligt natuurlijk Leiden voor de hand. Dat is echt een als-dan vraag. We gaan er namelijk niet vanuit dat het niet goed gaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gewoon goed gaat. Want als je nu al gaat nadenken over als-dan vragen, dan is het een beetje wonderlijk dat je gewoon zoveel energie steekt in de nieuwe organisatie. Ja. Dus we gaan hier gewoon een succes van maken. Met elkaar, met vallen en opstaan. Dat wel. Denk je dat zeg maar een zelfstandige ambtenarenorganisatie, is dat nou meer of minder democratisch? Want hoe kleiner je als gemeente bent, hoe meer je moet aansluiten in de gemeenschappelijke regelingen. Dus hè, bijvoorbeeld de inkoop van jeugdzorg, nou, dat doe je dan weer met andere gemeenten. Zeker. En daar heb je misschien als gemeenteraad weer minder over te zeggen. Maar dat heeft niks te maken met het wel of niet hebben van een eigen ambtelijke organisatie. Want het inkopen van onder andere jeugdzorg, maar ook andere grote onderwerpen, die moet je sowieso doen. Ook al ben je een middelgrote gemeente, een kleine gemeente. Je kunt niet zonder die inkoop en die samenwerkingsverbanden. Dus het punt wat je terecht aanhaalt over de democratische legitimiteit van een raad op een aantal onderwerpen, dat is een van de vragen die in bijna heel Nederland speelt. Juist vanwege die inkoop die je met elkaar moet doen, of een GR waar je zeg maar een gemeenschappelijke regeling waar je met elkaar in zit. Dat heeft niks te maken aan zich met het hebben van een eigen ambtelijke organisatie. Helder. Denk tot zover de ambtelijke organisatie. Ja. Daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Positief of negatief, vallen of opstaan. Wat nog een ander onderwerp is dat onwijs speelt. Ik heb het erover, we gaan een beetje vooruitblikken ook. En dus wat nog heel veel gaat spelen. Sterker nog, het staat op de agenda voor de eerste volgende gemeenteraadsvergadering. De verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, het monumentale pand in de Voorstraat. Wat is nu, wat het college betreft, het plan voor dat pand? Dat gaan we meedelen, dus zodra het college daar een standpunt over heeft ingenomen. Ja, dat hebben jullie toch ongetwijfeld. Het besluit moet nog worden genomen. Ja, maar daar kun je nog niks over zeggen? Daar ga ik niks over zeggen, nee. Wat kun je er wel over zeggen? Dat er is maar een proces afgesproken met de raad. Ik heb ook zaken gelezen in de krant. Daar hebben we als maar een college een brief over gestuurd aan de raad. Een procesbrief. Dat is ook logisch. En wij nemen volgens mij op 7 september, als ik het goed heb, als ik het niet goed zeg, dan sorry. Maar wij nemen daarover nog een formeel een besluit. En dan wordt eerst de gemeenteraad geïnformeerd. En daarna kunnen alle vragen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder worden gesteld. Ja, en heeft het college daar ook nog een zegje in wat er dan straks mee gaat gebeuren? Want we begrijpen dat Boris Beyer, een Wassenaarse vastgoedondernemer, dat hij de nieuwe koper is. Gaat hij dan bepalen, nou, dit ga ik doen met het Ambachts- en Baljuwhuis? Of wordt dat ook nog in samenspraak met de gemeente Voorschoten geregeld? Ja, ik weet net zoveel als u. Dus, want ik heb het voorstel ook nog niet gezien. Ik ben geen portefeuillehouder. Ik zie dit soort voorstellen als ze komen in het college. Het college moet nog een standpunt over innemen. Dus ook ik wacht het voorstel af van de verantwoordelijke portefeuillehouder. Ja. En dat is wethouder Erika Spil. Klopt, ja. Ja. Maar goed, het college praat nog altijd met één mond? Zeker, alleen het is natuurlijk wel zo in de verantwoordelijkheid van de diverse inhoudelijke portefeuilles, dat je als portefeuillehouder zelf het voorstel inbrengt in het college, waarna het college daar een standpunt over inneemt. Maar als een voorstel nog helemaal niet is ingebracht in het college, hoe kan er dan een standpunt zijn?
Oké, nou daar horen we dan ongetwijfeld ook meer over. Ja, ja. Misschien ook wel meer dan je nu kwijt kunt. Tot slot had ik nog als onderwerp... Kan, hè? Kan ook echt. Maar even zorgvuldig kan. Want ook ik weet oprecht niet alle ins en outs. Ja. Want anders zou het heel erg raar zijn als ik van alle portefeuillehouders de ins en outs weet van allerlei dossiers. Ander onderwerp dat ook nog veel besproken gaat worden ongetwijfeld is het nieuwe cultuurgebouw. Hè? De MFA, ja. Multifunctionele accommodatie, een onwijs langlopend dossier. Voordat je burgemeester werd, was daar een knoop over doorgehakt. Het zou de BIEB worden. Het zou op de plek van de bibliotheek, hè, aan de Wijngaardenlaan komen. Ja. Maar dat plan heeft een concurrent in de plannen gekregen. Want de renovatie van de Kruispuntkerk, of misschien wel de sloop daarvan, zou dus ook nog een optie zijn. Nou, dat wordt nu ook onderzocht. Ja. Wat heeft nou de voorkeur? Ook daarvoor geldt, het wordt een heel saai verhaal, maar ik ben daar geen verantwoordelijk portefeuillehouder van. De portefeuillehouder heeft hierover een gesprek gevoerd in de raad. Daar is inderdaad uitgekomen dat die andere optie gaat worden onderzocht. Dat zal vervolgens worden teruggelegd aan de raad, waarna er, naar ik aanneem, een besluit gaat worden genomen. Maar ik ben uiteraard niet op de hoogte, nu op dit moment, van het onderzoek en van de uitkomst. Want ook dat gaan we eerst naar de raad brengen, alvorens we daar in de openbaarheid iets over gaan zeggen. Ja. Laat ik het anders dan vragen. Ben je ervan overtuigd dat hier ook wel een knoop voor wordt doorgehakt? Want het was toen aan het eind van vorig jaar een hele discussie. En toen heeft jouw voorganger nog gezegd van het zou een brevet van onvermogen zijn als de Voorschotersraad geen besluit neemt. Nou, toen hadden ze een besluit genomen. Er werd zelfs gesproken van een historische avond. En vervolgens ligt er nu toch een alternatief ook weer parallel aan de besluitvorming. Het is altijd goed als langlopende dossiers gaan worden afgerond. Dat is goed ook voor de inwoners. Weten waar je aan toe bent. De signalen die ik heb, is dat iedereen wil dat dit dossier gaat worden afgerond. Dus ik ga er met de kennis die ik op dit moment heb, ga ik ervan uit dat er een besluit komt. Maar dat is wel aan de raad in de end. Want, en niet aan mij. Want hoe belangrijk is het dat dit wordt afgerond? Nou, de verhalen verschillen, maar ik heb al diverse verhalen gehoord dat het al meer dan 15 jaar loopt. En als welk dossier dan ook, in welke gemeente dan ook, als dossiers zo lang lopen, dan betekent dat niet dat het heel veel beter wordt. En op een gegeven moment moet je ook als gemeenteraad zeggen van we kiezen voor optie A of optie B of optie C. Hè? Zodat ook de inwoners en de organisaties weten waar ze aan toe zijn. Net waar wij het ook over hadden, over die duidelijkheid bieden. Dat geldt ook voor langlopende dossiers. Ja, dus die duidelijkheid is belangrijker dan misschien wel de allerbeste keuze maken in theorie. De inhoudelijke afweging die ligt bij de portefeuillehouder die het voorstel inbrengt in het college. Waarna het college een standpunt erover inneemt. Als voorzitter zijnde heb ik geen inhoudelijke bijdrage. Hè? Uiteraard heb ik wel, als het aankomt op stemming, heb je natuurlijk wel gewoon een stem. Maar het is de verantwoordelijke portefeuillehouder die inbrengt. Het college neemt dan een standpunt in en de raad neemt uiteindelijk een besluit. Ja. En zo maar het is dus wel belangrijk dat de raad dat besluit neemt. Dat zou voor elk langlopend dossier is het goed dat er gewoon een keer een knoop over wordt doorgehakt. Ja. Ja. En dus misschien wel in de volgende 100 dagen die jij tegemoet gaat. We wachten af waar de portefeuillehouder mee gaat komen. Tot slot, als je dus nog eventjes vooruitkijkt in alles wat gaat komen, waar kijk je nou het meest naar uit? Waar ga je misschien wat het meest van genieten? Want het is natuurlijk ook een prachtige baan. Ja, de connectie maken met de inwoners en de verenigingen en de organisaties en de ondernemers. Daar kun je echt als burgemeester van meerwaarde zijn. En dat is ook iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. En daarnaast uiteraard alle contacten ook in de regio. Die ook nodig zijn natuurlijk voor de positie van Voorschoten in de regio. Ja, dat is gewoon heel fijn om gewoon fijne collega's te hebben. Nou, dankjewel in ieder geval voor nu. En ongetwijfeld zien we elkaar in de toekomst. Zeker weten.